Wow! Jongens, ik heb eindelijk deze weer aan. Dit vind ik echt mijn zomer kimono. Omdat hij zo katoenerig is. En dit shortje. Met natuurlijk weer deze slippers. Met deze slippers. En ik ga nu naar de Havenstraat. Niet lang. Want ik moet daarna ook nog allemaal e-mails en zo doen. Dus ik ga even kort shoppen. Mijn moeder en mijn zus zijn daar. Dus ik even een kletsje doen. Dan ga ik in de buurt, denk ik, in een café even al die e-mails versturen. Omdat dat toch heel productief werkt voor mij. Bij Oekraïne is... Dat mag ook niet. Nee. Nee. Oh. Nee. Nou, we zijn er. Doei. Doei. Eindelijk. Hoi. Hoi. Een leuk van in lijsten. Mooie geldkistjes. Geldkistje noem je dat? Ja. Ja, ik heb het ook niet nodig. Een glazen tafel. Oh. En dat is wel irritant als je dan je glas neemt en ik het heel vol. Doe mij maar, ja. Gooi hem er maar in. Heb je nog een marmeren vaccinehouders? Suus? Ja, hè? Ja. Eierdopjes? Nee, vaccinehouders. Het zijn ganzeieren. En daar heb jij ook nog staan. Die is wel mooi. Ik had het nergens kwijt. Het is van een natuursteen eruit gehouden. Kijk, dit schat me ook al dat ik dacht, oh ja, mooi. Dat hele doosje is mooi. Ja. Ze zijn heel mooi. De high shine. Ja. Het is gewoon een edelsteentje. Denk ik ook, ja. Want ze zijn allemaal heel anders qua patroon. Ja. Dus het is niet nep, een print of zo. Nee. Nou ja, het is voor een gelukkige vinden. Oh, kijk. Oh, wat... Wow! Oh, ja. Wij dachten echt iets unieks te hebben. Helemaal niet zo bijzonder. Oh. Oh, de eieren die erbij horen. Oh, het is wel een eierhouder. Een eierdopje. Oh, dan zijn ze wel handig hoor. Maar ik heb net nieuwe aangeschaft. Ik heb ook houtjes. Oh, Suus gaat even googelen of dat echt het design is die ze in haar hoofd heeft. Het is zo'n lekkere stapeling van drie vormen. Ook geen plek voor, maar... We nemen hem wel, maar we twijfelen of het echt wel een designerlamp is. Maar we nemen één keer mijn zus. Kinderkleding voor Sydney. Ook iets voor het huwelijk heb ik voor haar. Zo cute. Ik laat het zo zien. En deze jas zie ik. Zo'n mega... ja. Kijk, deze jas. Ja, ik zag hem hangen. Ik dacht al, die ga je pakken. Oh! Het weer, maakt dat uit? Kan je dat eruit krijgen? Ik heb geen idee. Wat leuk is, is dat hij... Dus het schoudertje is klein. Zie je dat? Die zakt in. Dus het is een... oversized model. Als Suus nou kijkt, zo zij weet ik al dat het werkt. Want zij zit al zo... Waar gaat het naartoe? Dit ding. Die klok. Ja. Ja, maar dan haal ik de klok eruit en doe ik hier een foto. Was deze jouw auto? Nee. Hé, mooi ding toch? Grappig, wat is het van plastic? Ja, dit is volgens mij nep. Dus dit kastje werkt nog niet. Het is gewoon een prop voor in een winkel in hier of zo, voor een etalage. Maar ja, ik heb ook geen plek. Maar ik vond het wel heel mooi. Heel leuk. Het is niet eens een kast ook, het is echt helemaal nep. Het is helemaal nep. Nou, in je volgende huis.
Ja. Zie jij wel een plekje voor? Dit was dus mijn trouwoutfit voor Sydney. Maar hij lijkt groot, maar het is een maat 80. Dus dat past zelf niet meer. Jammer, dus dat gaat niet mee. Maar ik heb wel allemaal andere leuke dingen. Dit is ook een kleine maat, by the way. Dit is ook 80, maar dit lijkt wel weer groot. Ja, dat heb je meer ruimte dan ook. Kijk, ik heb even een nieuwe nagellak. En deze. Wit. En ik ga nu even naar het atelier, want ze hebben dus nu die dingetjes af die ik laatst heb gecheckt. En ja, het is een heerlijk dag. Kijk, dit is nou helemaal perfect aangezet. En die andere twee dingen komen nog. Ja, echt netjes. Mijn hele pad is hier versperd. Kijken of ik er überhaupt nog door kan. Oh. Jongens, ik ben verbannen. Nee, ik zit even in Richie's kantoor. Hier is zijn kantoor. Hier zie je trouwens dat we bezig zijn om een kleur te kiezen voor de slaapkamer. We hadden zin in iets heftigs hier, dus helemaal peach of zoiets. Ja, dus ik ga hier even werken. Ik heb twee meetings. Op 10 minuten al. Oh. Eentje is een bedrijf dat San en ik zelf hebben benaderd. Wat ik tegenkwam tijdens de opening van Kosh. Dus dacht ik, dat is gaaf. Echt een super high-tech product. Tel ik natuurlijk alles over als we een deal gaan sluiten. Dat is het hele idee van de samenwerking. Andere meeting gaat over de graphics van Circus. We zijn bezig om iets te vinden dat we goed vinden passen bij de collectie. Maar het is lastiger dan ik dacht. Ik had wat opzetjes al, maar dat is het niet helemaal. En we gaan gewoon nog even door. Dus Niek heeft mij geholpen. Daar ga ik nu een meeting over houden. Dus even kijken of de links en zo al werken. Dit kan allemaal netter, I know. Oh, ik blijf bezig. Don't you get too comfortable around here, they be robbing folks. Living life so colorful, I'm looking through kaleidoscopes. Learn that if you came alone, then homie, you gon' die alone. Knowing all my people good is good enough to shine King Banjo. Dus een clownskop die sad is of een andere uitdrukking heeft, maar niet vrolijk is. En dan met please circ us. Erboven. Zo'n kraag. Dat we het kunnen borduren en printen. Nou, ik ben aan het wachten op de meeting. Ik ga even laten zien wat ik heb gekocht bij de Havenstraat. Ja, er hangt toch elke keer weer nieuwe kinderkleding. Ik weet niet hoe dat kan. Dat komt dan misschien uit het magazijn of zo. Maar ik heb weer een paar hele toffe dingen voor Sydney. Ik denk dat dit haar echt heel leuk zal staan, deze kleur. Het is een hele felle rood. Ik zou hem zelf wel willen. Met dat kraagje. En ik denk dus ook, dat zei mijn zus ook, dat zij dit zelf heel leuk vindt. Doordat Minnie Mouse erop staat. Ze had namelijk één keer een reserverompertje van de opvang aan met Minnie Mouse. Of Mickey Mouse, één van de twee. En was er helemaal hysterisch over. Nou, dit heerlijke broekje. Ik heb heel veel sweatpant-achtige broekjes. Deze is dan van Velour. 92. Zit gewoon heel lekker. Twee dingen voor mezelf. Gideon was er niet. Ik heb voor alles wat je hier ziet €13 betaald. Dus dan heb je weer even een idee van wat zijn de prijzen daar. Nou, toen kwamen mijn zus en ik een hele lading kleding tegen van een heel mooi en ook duur merk. Lunatique. En deze broek was €95. En ja, nu dus heel betaalbaar. Wat is het nou? Er zit dus zo'n kreukel in en bij de onderkant van de pijp is dit aangerimpeld, dus krijg je meer rimpels bij je enkel. Ik zal hem even passen. Lijkt me dus weer heel mooi bij mijn slippers. Schijnt wel door dus, zo te zien. Maar ik wil hem sowieso om het iets langs gaan dragen, want dit is zo mooi, hè? Ja, het is bijna alsof je niks aan het. Beetje Carrie Bradshaw-achtig. Het komt ook omdat ik haar nu aan het kijken ben op HBO.
Ja, je moet wel even kijken van waar combineer je dit mee. Maar het zou dus heel goed kunnen zijn als je geen... Ja, wanneer doe je dit aan, hè? Je bent in principe... Het is zo weinig als een panty. Ja. We zullen zien wanneer deze opdoemt. Ja, dit is niet... Nee. Niks verhullend. En ik heb nog deze. Ja. Lint die je dan eens gaat strikken. Ja, het heeft iets heel sportiefs of zo door. Het is een heel gek ding. Ik kan het ook niet plaatsen. Ja, ik vind dit gewoon... Het is een beetje bijna een verkleding, maar dat is het niet. Want ik zou niet weten wat dit als verkleed item zou moeten zijn. Hier zit goed elastiek, wat redelijk goed in mijn taille zit. Maar je zou hier natuurlijk ook nog iets omheen kunnen doen om dat nog meer te benadrukken. Heel leuk dat jullie weer hebben gekeken. Dankjewel en bedankt voor alle leuke comments. Heel leuk dat jullie altijd reageren op mijn vraag. Want het ging over welke vloggers kijk je. Waar kijk je graag naar? En dan krijg ik echt een goed beeld van wat jullie leuk vinden. Vind ik gewoon interessant. Oké, fijne dag!